Jeetje, wat je voor hebt, ja. Oh, nou hè. United States, Gloria Americana. Rasputin, je moet niet alleen in kruisraketten denken. Zo typisch een Rus, hè, om dat dan te doen in kruisraketten. Oh, bravo! Je hebt haar prik. Zeg, ik ben getrouwd. Ja, Rasputin. Ik ben getrouwd, hè? Met, oh, over man gesproken. Man? Ik moet man even bellen. Ja. Let op. De avonturen uit het Gulden Vuistje. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen. Lekker kaasje. Telefoon. Met man. Ja, dag man. Kan je even de videoverbinding aanzetten? Het is vrouw. Je weet niet hoe dat moet. Okay. Het knopje op het spreekgedeelte. Indrukken. Ja, ik weet niet waar, maar... Ja? Ik weet indrukken. Wat? Weet niet hoe dat moet. Je moet gewoon het knopje indrukken. Druk dat knopje in! Ja. Snap dat niks, hè? Druk gewoon het knopje in! Ja, ja, nou, dag man. Ja, ik zit hier dus met Rasputin op in Moskou. Goeie, bravo! Jeetje, bordje. Ja. Nee, kijk, wij wachten tot we Poetin een handje kunnen geven. Want ik dacht namelijk, het was helemaal niet zo handig dat we Rasputin gestenigd hebben. We hebben hem nodig. Hè? Want de roebel, die is waardevast. Roebel, hoera! Roebel, hoera. Ja. Ja. En de euro... De euro, dus niet. Dus ik dacht van, het is veel handiger als ik nou de kaas verkoop aan Poetin terwijl ik hem een handje schud. Ja, hè? Dat is een dan betaalt goed idee. Hij mij in roebel, een roebels. Roebels. Ja, en dan zijn wij vanuit het Gulden Vuistje, zitten wij financieel gebakken. Hm? Oh, dat is een goed idee. Ja. Slim, hè? Ja. Dat is een goed idee. Nee, want er is namelijk een enorme deflatie van de euro en de dollar. Nee, dat snap deflatie. Je niet, dat weet ik. Dat woord ken je niet zo goed. Dat is helemaal niet echt... Maar dat leg ik nog wel uit als ik thuis... Nee, ik kom gewoon weer thuis. Ik kom gewoon thuis. Ja. Nee, ja. Ik kom gewoon weer thuis. Maar moet ik afsluiten? Ja, nee, ik zit nu nog even hier met Rasputin. Maar... Zegt hij. Oh. Hij stout hoor, die Rasputin. Maar goed, ik kom gewoon weer thuis. En dan is alles weer koek en ei. Hè? En dan drinken we samen een kopje koffie. En dan maak ik een kopje kaas. En alles komt goed. Maar eerst even de kaas verkopen aan Poetin. Hè? Ja, goed. Ja. Nou, dag man. En zorg goed voor het kaaswinkeltje. Hè? Dat ik thuis kom, dat alles gewoon perfect is qua boekhouding en dergelijke. En anders dan vraag je maar hulp. Hè? Dan bel je maar. Ja, dag man, dag. Ja, je preferie. Inflatie, uitflatie, overflatie, deflatie, biflatie, hyperhoeraflatie. Oh, ik heb er eigenlijk geen kaas van gegeten. Ja, het zijn die Haagse hete aardappels die de... Er gebeuren hier rare dingen. Ja, niet bepalen. Maar ja, ik zeg, we moeten kaas kopen. Wij moeten eieren voor ons geld kiezen. Hè? Wij moeten ons het kaas niet van het brood laten eten. Hè? Wij moeten ons voorbereiden op de toekomst. Is nou godverdomme geen souffleur hier?
Ben je toch geen doel of niet? Wij moeten ons voorbereiden op de toekomst. Ha, dus, dacht ik bij mezelf. Man, wij gaan in goud belegen. We creëren samen de ideale omstandigheden, zodat de melkzuurbacteriën zich door kunnen werken in het stremsel, wat zich dan rechtsdraaiend verenigt tot een homogene substantie. We laten de temperatuur oplopen tot het net niet kookpunt, zodat het met een gepasteuriseerd verlangen oploopt en het vlokken stuwen tegen het oppervlakte, borrelend tegen een korst van hitsig verlangen, spuit het dan als gesmolten kaasfondue den hemel erin. Vervolgens, dames en heren, jongens en meisjes, laten wij het rusten. En we wachten. 1 maand. Pff. 2 maanden. Ja. 3 maanden. Pff. 4 maanden. Pff. 5 maanden. Jo, hippetje, petupetje, hop. 6 maanden. 7 maanden. 8 maanden. 9 maanden. Mijn wijwater is gebroken. Wat is gebroken? Ik ben goud aan het baren. Wat zeg je nou weer? Goud baren? Baren? Maar je bent een man, dat kan je helemaal niet. Luister goed naar me. Ik ben een vrouw, je doet precies wat ik zeg. Precies wat ik zeg. En nu puffen. Nee. Janken, puffen. Puffen zeg je. Het is een kaas. Kom maar bij papa. Het is een kaas. Het is mijn eerste. Dames en heren, mag ik een gigantisch applaus!